Wigert, waar kan ik ayahuasca doen in Nederland? Dat is de nummer 1 gestelde vraag in mijn inbox op social media. En die vraag die ik wekelijks krijg via de e-mail. En het antwoord daarop is dat ik daar geen antwoord op heb. Althans, niet in de vorm zoals jij dat graag zou willen. Het antwoord is niet zo eenduidig. Het antwoord is niet van hier heb je een adres, daar moet je naartoe. Dat heb ik vroeger wel gedaan. De meeste van jullie die zullen mij misschien kennen van de podcast Eindbazen. Ja, daar hebben honderden mensen mij deze vraag gesteld. En vroeger stuurde ik ze gewoon overal naartoe. Maar wat ik daar op een gegeven moment ook merkte was dat mensen die luisterden naar die podcast en die hoorden mijn verhalen en al die mooie dingen die ik daarin meemaakte. En vervolgens kwamen ze een paar weken later bij me terug met een mail dat zeiden, joh Wigert, waar je mij naartoe hebt gestuurd. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik ben na een dag weggegaan. Ik vond die sjamaan niks. Ik vond het moeilijk. Ik vond het lastig. Ik vond het eng. En ik had helemaal niet wat jij daar had. En nou, daar komen we een beetje op het punt. Is dat mijn ervaringen in dit werkveld, die zijn helemaal geen garantie voor wat jij gaat ervaren. En wat jij gaat ervaren heeft heel erg te maken met hoe dat jij naar dit soort dingen kijkt. En dus wat ik altijd tegen mensen probeer te zeggen is, je moet zelf een keus maken waar je naartoe moet. Waar je je veilig voelt. Want in deze set en setting, wat zo ontzettend belangrijk is, waarin jij, je gaat een van de, maakt even niet uit wat voor soort psychedelica dat je gaat doen, maar je gaat een psychedelica nemen waarvan je niet weet wat voor luikjes dat het gaat openen. Je gaat niet weten waar je straks doorheen gaat. Je gaat niet weten welk trauma jij van vroeger gaat aantikken. Is het heel erg belangrijk dat jij voor jezelf bij een plek zit waarbij je zelf voelt van ja, dit is oké voor mij. En die plek, die kies je op bepaalde, tenminste, ik hoop dat je dat doet. En daarmee probeer ik je nu te helpen. Ik hoop dat je die plek gaat kiezen op jouw eigen verlangens. Want wat is namelijk belangrijk voor jou? Ik weet nog heel goed dat ik ooit een keertje iemand doorstuurde naar iemand, naar een ceremonie. En zei, joh, ik lag daar gewoon met 35 man in een zaal en het was gewoon een chaos. Ja, dat klopt. En als jij dus al bijvoorbeeld de voorkeur hebt van, joh, ik zou eigenlijk liever 1-op-1 willen met iemand, zodat er gewoon volledige begeleiding voor mij is, dat goed voor me gezorgd wordt. Ik wil niet met 35 andere mensen, want ik vind het allemaal lastig. En ja, dat is een hele legitieme reden als dat jouw voorkeur is. Kijk, ik vind het niet erg. Ik zit met 130 man in de jungle en ik zit op een boomstam of ik lig onder een bananenboom mezelf onderuit te kotsen. Ik bedoel, dat gebeurt ook. En daar voel ik me comfortabel bij. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet fijn vinden. Dus je zal voor jezelf moeten gaan vinden wat voor jou goed voelt. En ook als het gaat om bijvoorbeeld een begeleider. Van ja, wie is nou een goede begeleider in jouw ogen? Want ik weet vanuit mijn puristische ervaring, en ik hoop dat je mijn boek hebt gelezen, Op zoek naar antwoorden, waarbij je leest dat ik wekenlang in de jungle heb gezeten bij inheemse volkeren, bij de Huni Queen, om daar meer over te leren. En ik weet hoe secuur dat dit werk is. En ik zie dat er heel veel enthousiaste wiggerts, noem ik het altijd maar, er zijn heel veel enthousiaste wiggerts die dit een keer hebben ervaren. Ik weet nog hoe ik mijn eerste ervaring was. Dat ik een 8 uur lange gesprek had gehad met mijn overleden vader. En dat ik echt dacht, ja, dit moet iedereen. En dat ik vervolgens ook aan mijn moeder aan het overhalen was dat zij dit ook moest doen. Want dan kon ze hem ook daar zien en die ervaring hebben. En nou, daar ben ik wel echt helemaal van teruggekomen. Want het is niet voor iedereen. En je moet heel erg goed kijken bij wie dat je dit doet. Bij welke begeleider. Hoeveel ervaring dat hij hem heeft. En helaas is Nederland echt bezaaid met mensen die dit 2 of 3 keer hebben gedaan. En die dan denken, oké, ik kan dit zelf ook wel doen. Door middel van coaching of allerlei bijzondere namen die ze daaraan geven. Ja, de purist in mij die vindt dat 3 keer niks. Ik ben me ook heel erg bewust dat er heel veel mensen met een hele helende ervaring naar buiten zijn gelopen. Nou, dat vind ik ook fantastisch. Maar zoals mij het is geleerd in de jungle, merk ik toch dat het medicijn doet zijn werk, maar vervolgens moet zo'n sjamaan door middel van de helende liederen, de chants, daar wordt het helende werk mee gedaan. En niet door een playlist die aangezet wordt. En nogmaals, niks over de plekken die playlist gebruiken. Want ook daar zijn heel veel mensen met een helende ervaring naar buiten gegaan. Maar een playlist, die weet niet waar jij op dat moment zit. Die weet niet wat jij voelt op dat moment.
Ik weet gewoon wat de heiligheid van dit werk, wat ermee gemoeid gaat. En dat voel ik ook echt, dat heb ik zelf ook gezien. Dus voor mij is het heel erg lastig om mensen dus ergens naartoe te sturen. Omdat er een beperkt hoeveelheid is aan mensen die er op deze manier mee werken. En er zijn nog heel veel andere facetten. Hè? Hoe zit het bijvoorbeeld met jou? Mensen sturen mij via e-mail één vraag, maar ik weet niet wat hun geschiedenis is. Ik weet niet wat voor medicijnen dat ze hebben. Ik weet niet wat voor trauma dat ze hebben. Ik weet niet hoe dat ze mentaal of emotioneel met elkaar zitten. Ik weet niet waar ze naar op zoek zijn. Want de psychedelische ervaring, ja, er zijn meer dan 40 verschillende psychedelica aan heel de wereld. Die allemaal een eigen functie hebben. Wat is het doel dat je ermee gaat? En dat zijn allemaal vragen die je voor jezelf moet stellen. En dat is ook de reden waarom ik geen antwoord meer geef op de vraag van, joh Wigert, waar kan ik dit doen? Ik kan het ook gewoon niet beantwoorden. Want ik kan het niet in één e-mailtje kwijt. Maar mocht je er interesse in hebben, dan heb ik nog wel een hele mooie cursus klaarstaan in de Tribe of Unity over een oriëntatie voor, dat is mijn online leeromgeving overigens, een oriëntatie, een volledige plantmedicijn oriëntatie voor degene die hun eerste ervaring gaan doen, inclusief adressen. Maar die kan je vervolgens wel kiezen, omdat je je voorwerk hebt gedaan en omdat je de juiste vraag in jezelf hebt gesteld. Waar jij nou precies naar op zoek bent. En vervolgens kan jij daar kiezen naar de mensen waarvan ik mijn eigen ervaringen mee heb. Waarvan ik denk dat het goed is voor jou. Dus die kan je vinden op de link hieronder. En heel veel succes met je eerste ceremonie.